Rabia Harouchi is één van vrouwengroep genaamd Woestijnroos. Met kunstzinnige therapie helpen zij allochtone vrouwen uit hun isolement. Waarom een woestijnroos en geen tulp bijvoorbeeld? Een woestijnroos komt uit droge gebieden. Een woestijnroos is iets wat voorbij rolt en niemand kijkt er echt naar. Sommige mensen denken zelfs dat het een dode plant is. Die ruimen het op, die gooien het in de vullingsbak. Maar in feite is het gewoon een levende plant en het blijft leven. En op het moment dat het regen krijgt, dus voeding, aandacht, dan openen de bladeren. En dan laat het zijn hart zien. Oké. En die aandacht, wat is dat dan? Is het over zichzelf nadenken door middel van kunstzinnige therapie, door het te doen, erover te praten, wat hebben ze meegemaakt. Dat is de aandacht, dat is de regen. En dat gebruiken we zodat ze ook kunnen openen en dat ze gewoon zichzelf kunnen zien, hoe ze van binnen eruit zien. Je kan met het houtskool kleuren, je kan met je vinger het een beetje uitwrijven en je kan hier met deze Swiffer kan je hem ook een beetje uitwrijven. En dan gaan we gewoon kijken wat licht en donker op het papier doet. Na een auto-ongeluk ben ik zwaar depressief geweest. Zo zwaar depressief dat ik eigenlijk ook angstaanvallen had. En niet het leven leefde zoals het hoort. Mm-hmm. En ik had allerlei onverklaarbare lichamelijke klachten. En vooral die ook verlammingsverschijnselen. En ja, zo ben ik bij de GGZ terechtgekomen. En vanuit daar heb ik 7 jaar aan mezelf gewerkt. Wat moet dit voorstellen? Sommige mensen hebben een donker moment in hun leven. En je hebt ook lichte momenten in hun leven. En deze oefening gaat er dan een stukje om dat je allebei mag hebben in je leven. Mm. Zowel de mooie momenten als de donkere momenten. Okay. En die kunnen we op deze manier een plekje geven. Marlijn heeft ons begeleid vanuit begin eerst met blauw. De een durft gelijk met hartblauw te werken. De een is wat voorzichtiger. En daarna mochten we nog een kleur nemen. En voor mij was blauw, zeg maar, in mijn beleving zee. Een zee geeft mij gewoon een ontzettende ruime gevoel. Het gele, ja, dat is voor mij de zon die straalt op je huid. En dat hebben we allemaal zomers, dat wij ons heel anders voelen. En de bloemen, ja, voor ieder die dat getekend heeft, heeft een bepaalde betekenis. En ja, de bloem die heel open is, dat is uitnodigend. Een bloem die wat gesloten is, is ja, een gesloten karakter. En zo kunnen wij eigenlijk een beetje een uitleg geven van wat zegt jouw tekening of de vrouwen zelf. Langzaam met verschillende verhalen krijgen we inzicht in de tekening die we gemaakt hebben. Wat raakt jou het meest tijdens het werken met deze groep mensen? Dat soms taal en cultuur eventjes wegvalt. Eventjes dat je een ontmoeting mag hebben met iemand op een heel persoonlijk vlak. Wat zo mooi is, is dat met hetzelfde instrument komen er 3 hele verschillende tekeningen. Oh, ja. En er ontstaat iets heel verschillends. Iedereen doet zijn eigen ding. En iedereen heeft zijn eigen verhaal. En dat is wat heel mooi naar voren komt als je met deze oefeningen bezig bent. Binnen deze woestijnroos is vooral het kunstzinnig therapie die mij veel aanspraak binnen de therapieën die ik gevolgd heb. En dat is eigenlijk je onbewuste bewust maken op papier vanuit een opdracht die je krijgt in kleuren, in klei. En die hebben mij geholpen om inzicht in mezelf te krijgen. En met die inzicht hoop ik hier de vrouwen te ondersteunen en te begrijpen en ermee aan het werk te gaan en zo hun sterker te maken door het anders doen, anders denken.